Nou, Welkom allemaal bij dit mini waarin we de bronnen van het Nederlandse recht eh, de revue gaan laten passeren. Het is zo dat in Nederland er pak een beetje vier voorname bronnen van het recht zijn: op de eerste plek is dat een verdrag, overeenkomst tussen verschillende landen. Op de tweede plek is dat de welbekende wet, die je gewoon kunt opzoeken in je wettenbundel. Op de derde plek is dat rechtspraak, met een prachtig duur woord ook wel jurisprudentie. Uh, genoemd. En tenslotte heb je een wat minder bekende bron van het recht, en dat noemen we het gewoonterecht. Nou, ik ga deze alle vier even kort uitleggen en daarbij de belangrijkste facetten uh, met jullie bespreken. Te beginnen met de verdragen. Nou, een verdrag is in wezen een contract, een overeenkomst um, tussen twee of meerdere staten. Um, als het tussen twee staten is, noemen we dat een bilaterale. Uh, Overeenkomst of verdrag, en als het tussen twee of tussen drie of meerdere staten is, noemen we dat een multilateraal uh, verdrag. Details. Um, wat in ieder geval belangrijk is om te weten, is dat die overeenkomst tussen staten, landen beloven dus eigenlijk iets te doen of iets na te laten ten opzichte van elkaar, in sommige gevallen ook een vrij zichtbaar effect heeft um, ten aanzien van burgers. Jij en ik merken daar soms de consequenties van. Uh, niet altijd hoor. Kijk, een verdrag waarbij we een afspraak maken over de ligging van een bepaalde rivier. die toevallig tussen twee landen in ergens stroomt. Ja, goed, daar zul je als burger niet zo heel veel uh, aan merken. Um, maar er zijn een heleboel verdragen die een uh, vrij rechtstreeks effect hebben. op de dagelijkse leven van burgers. Misschien een voorbeeld dat je een klein beetje aanspreekt: online shoppen. Um, dat doen we allemaal wel eens. Um, in een Europees verdrag, eigenlijk is dat een richtlijn. Is afgesproken tussen de landen van de Europese Unie dat als je je product wilt terugsturen nadat je hem online hebt gekocht, je 14 dagen de tijd hebt om dat product terug te sturen, zonder dat er aanvullende kosten bij komen, behalve dan de kosten om het pakketje te verzenden. Nou, dat is een regel die niet in Nederland is gemaakt, dat is een Europese regel. En die Europese regel, op basis van een verdrag, heeft een effect voor burgers. De nou, tweede bron van het recht uh, is de wet. En um, de wet, ja goed, die hebben we natuurlijk in Nederland een heleboel. Als we alle wetten van Nederland uh, achter elkaar zouden plakken, dan heb je een soort boek van hier tot aan uh, nou, de overkant van de straat, zouden we maar zeggen. Um, en in dat opzicht is het misschien goed om even wetten te gaan onderverdelen in verschillende soorten wetten. Um, op de eerste plek hebben wij een WIVs. Nou, dat ziet er een beetje raar uit. Um, we noemen dat een wet in formele zin. Overigens niet te verwarren. Met formeel recht. Dat is een heel ander vraagstuk. Een wet in formele zin, dat is een wet die aangenomen is door het hoogste wetgevende orgaan uh, wat we in Nederland hebben. En dat is in dit geval uh, de leden van de Staten-Generaal, de Tweede en de Eerste Kamer. Daarnaast heb je ook een WIMS. Ook weer zo'n prachtige term. Wat we daarmee bedoelen is een wet in materiële zin. Dat zegt niet zo heel veel over wie hem heeft aangenomen. Maar het zegt vooral iets over de inhoud van die wet. Een wet in materiële zin heeft doorgaans een algemene strekking. En geldt eigenlijk voor iedereen in de kring waar deze wet voor bedoeld is, zullen we maar zeggen. Um, de meest bekende wetten, zoals het wetboek van strafrecht. Um, of het burgerlijk wetboek. Um, nou, dat zijn allemaal wetten die zo'n algemene strekking hebben. en eigenlijk voor iedereen wel ongeveer gelden. Dat noemen we dan dus een wet in materiële zin. Um, dan hebben we ook nog wetten die daarbuiten vallen, die dus geen wet in formele zin zijn en ook geen wet in materiële zin. Ja, en die noemen we dan met een prachtig woord een overige wet. Nou, om het een klein beetje duidelijker te maken, want ik kan mij voorstellen dat dit uh, best wel eventjes uh, taai stof is, heb ik een klein schemaatje gemaakt. Wat je dus ziet is dat uh, sommige wetten een wet in formele zin alleen zijn. Sommige wetten zijn een wet in materiële zin uitsluitend. Maar je hebt ook wetten die het allebei zijn. Een wet in formele zin en een wet in materiële zin. En je hebt wetten die geen van alles zijn. De categorie overig waar we net over gehad hebben. Nou, het lijkt me een goed idee om even een voorbeeldje te geven van al deze soorten wetten. Een wet in formele zin, die alleen een wet in formele zin is, zou kunnen zijn um, het besluit van de Eerste en Tweede Kamer in dit geval um, om in te stemmen met een militaire missie in het buitenland. Nou, deze wet. ...die wordt aangenomen door het hoogste wetgevende orgaan dat we hebben. Dus het is een wet in formele zin. Maar hij geldt gelukkig niet voor ons allemaal. Het is niet dat we met z'n allen op missie gaan in het buitenland. Het geldt alleen voor de militairen die we daar naartoe sturen. Dus dit is uitsluitend een wet in formele zin. Een wet in formele zin die ook een wet in materiële zin is... Nou, ...dat is bijvoorbeeld het wetboek van strafrecht of het beurlijk wetboek. Dat zijn allemaal wetten die voor ons allemaal gelden... ...waar we ons allemaal aan houden, die we ook allemaal kunnen gebruiken... En hij is ook nog eens tegelijkertijd aangenomen door het hoogste wetgevende orgaan. Dan heb je ook nog wetten die alleen een wet in materiële zin zijn en geen wet in formele zin. Een mooi voorbeeld daarvan zou kunnen zijn een algemene plaatselijke verordening van een gemeente, die eigenlijk voor iedereen geldt. Denk daarbij aan dat je niet met bepaalde dieselmotoren door een bepaalde binnenstad mag rijden. Nou, die wet die geldt terecht voor iedereen, maar hij is niet aangenomen door het hoogste wetgevende orgaan dat wij hebben. Heb je ook nog een categorie overig? Een wet die niet is gemaakt door het hoogste wetgevende orgaan. En een wet die ook niet voor iedereen geldt. Of een algemene strekking heeft. Uh, denk daarbij aan een vergunning van de gemeente Eindhoven aan Fontys Hogescholen. om uh, een Purple Festival uh, eens te gaan vieren. waardoor er de nodige geluidsoverlast zou kunnen bestaan voor omwonenden. Nou, die vergunning geldt uiteraard niet voor iedereen. Geldt alleen voor Fontys. En is niet gemaakt door het hoogste wetgevende orgaan. Kortom, geen wettenformules in. Geen wet in materiële zin, maar categorie overig. Nou, dit is een korte uitleg over de wetten. Dan gaan we door naar de derde categorie. En dat is de categorie rechtspraak. Nou, rechtspraak. Op de eerste plek is het misschien goed om even te kijken wat een rechter nou eigenlijk doet als hij recht spreekt. Um, de rechter, in Nederland althans, heeft als voornaamste taak om de wet toe te passen op een specifieke. Situatie. Maar ja, hoe doet die rechter dat nou precies? Daarvoor heeft deze rechter interpretatiemethodes in het leven geroepen uh, om in staat te zijn om bepaalde wetten via een bepaalde interpretatie te kunnen toepassen op een daadwerkelijke zaak. Want soms is het nou eenmaal niet zo duidelijk als het op het eerste gezicht lijkt. Ik ga dadelijk een paar voorbeelden geven. Soms echter is het ook zo ja, dat die rechter geconfronteerd wordt met de situatie Waar de wet in ieder geval een klein beetje in tekort schiet. Daar is toch niet echt wetgeving over. Maar ja, die rechter die moet rechtspreken, die moet iets doen. En dus zou die ervoor kunnen, kunnen kiezen om ja, toch recht te creëren, zo lijkt het haast wel te maken. En dat doet hij door middel van een redeneervorm. Dus even samengevat, een interpretatiemethode. Daarbij geeft de rechter een bepaalde interpretatie aan een wet. En bij een redeneervorm. Um, Maakte de rechter eigenlijk recht door ja, een wet op te rekken of een specifieke betekenis toe te kennen aan een bepaalde wet die er eigenlijk oorspronkelijk niet in zat? Maar ja, de rechter moet iets, want die moet rechts spreken. Nou, hoe gaat dat nou precies in zijn werk? We hebben een aantal verschillende interpretatiemethodes en daar zal ik eens eventjes kort mee beginnen. Um, op de eerste plek hebben wij de grammaticale interpretatiemethode. Het woord zegt het al, de rechter. Die um, leest letterlijk wat er in de wet staat en past dat ook zo letterlijk mogelijk toe. Een heel bekend voorbeeld daarvan is het uh, ja, bijna beruchte tongzoen-arrest. Het kwam op een gegeven moment een keer voor dat, ja, in dit geval een soort walrus, ongewenst een tongzoen gaf aan een tijger. En de tijger die doet aangifte bij de politie en zegt, nou, hey, dat wou ik helemaal niet, dat vond ik helemaal niet prettig. Walrus wordt opgepakt en moet voor de rechter verschijnen. En de rechter die gaat bekijken of hier sprake zou kunnen zijn van verkrachting. Nou, wat staat in het wetboek van strafrecht? Wanneer je ongewenst andermans lichaamsholte binnentreedt, is er sprake van verkrachting. Met nog wat andere uh, eisen die erbij horen. Nou, een grammaticale interpretatiemethode zou dan vrij simpel zijn: de rechter zegt, nou ja, even denken, was het ongewenst? Yep, check. Is er een lichaamsholte binnengetreden? Ja, tongzoen in de mondholte. Check, bam, verkrachting, klaar. Dit is overigens echt gebeurd. Ik geloof dat dat een zaak is die dateert uit 1998. Um, dat is echt een grammaticale interpretatiemethode waarbij de letter van de wet gewoon letterlijk toegepast wordt op een casus. Nou is dat tongzoenarrest recentelijk, een aantal jaren terug, aangepast. Um, de hoogste rechter heeft op een gegeven moment gezegd, nou zo'n ongewenste tongzoen, hmm, nou staat er weliswaar letterlijk in dat... Wetboek van Strafrecht dat als je ongewenst andermans lichaamsvolte binnentreedt er sprake is van verkrachting. Maar in het algemeen in de samenleving zal alleen een tongzoen misschien niet altijd echt als verkrachting ervaren worden. Een teleologische interpretatie methode biedt dan uitkomst. Wat de rechter dan doet, is uiteraard wel lezen wat er in die wet staat, maar vooral een betekenis toekennen aan die wet zoals die gedeeld wordt in de huidige samenleving. Een ideeën. Over bijvoorbeeld seksualiteit kunnen we wel eens veranderen in de samenleving. En de rechter kan er dan geleidelijk aan eventueel in meegaan. We noemen dat een teleologische interpretatiemethode. Een derde vorm is een historische interpretatiemethode. Wat de rechter dan doet, is, met name als het gaat om een wetshistorische interpretatiemethode, de rechter kijkt terug in de geschiedenis, leest bijvoorbeeld de memorie van toelichting op een bepaalde wet. En gaat na wat de wetgever destijds nou precies bedoeld had toen hij deze wet, deze onderhavige wet, uh, aannam. Um, de historische geschriften, de memorie van toelichting, worden dan eigenlijk gebruikt als een bron om recht te spreken, als een bron om het recht te interpreteren. De historische interpretatiemethode. Nou, dan hebben we ook een anticiperende interpretatiemethode. Nou, het woord zegt het in dit geval eigenlijk alweer. Um, het kan zo zijn dat er soms open normen uh, in een wet staan. Uh, denk aan begrippen als redelijkheid en billigheid. Of uh, nou, denk aan een, een zeer algemeen begrip, de onrechtmatige daad. Nou, wat is dat nou precies? Um, die open norm ja, die kan de rechter natuurlijk uh, op zijn manier of op haar manier uh, interpreteren. Stel nou dat de wetgever een nieuwe wet in de maak heeft die daar wat over zegt... Dan kan de rechter ervoor kiezen alvast in de richting van die nieuwe wet die open norm te interpreteren. Op het moment dat de rechter daarmee rekening houdt, noemen we dat dus een anticiperende interpretatiemethode. Nou, als laatste interpretatiemethode hebben we nog de systematische interpretatiemethode. En wat de rechter dan eigenlijk doet, is, is uh, vooral heel goed kijken op welke plek de specifieke wet die de, wet die de rechter in dit geval aan het gebruiken is, staat uh, in het wetboek. Denk aan het wetboek van strafrecht. Daar heb je een hoofdstukje dat gaat over overtredingen, en je hebt een hoofdstuk dat gaat over misdrijven. Nou ja, als een wet onder het hoofdstukje misdrijven staat, dan zal het vast wel een veel erger iets zijn vergeleken met de situatie wanneer de wet onder het hoofdstukje overtredingen staat. Nou, stel nou dat dat iets is wat de rechter meeweegt in haar oordeel. Dan zou je dus kunnen spreken van een systematische interpretatiemethode, want de rechter houdt er rekening mee waar deze wet precies in het grotere geheel van het wetboek staat. Nou, zoals ik eerder al zei, is het zo dat een interpretatiemethode bedoeld is om een interpretatie te geven aan een bepaalde wet. Maar ja, soms schiet de wet nou eenmaal tekort. Is er even niks geregeld. Nou, wat de rechter dan kan gaan doen, is een redeneervorm gebruiken. Wat de rechter eigenlijk dan doet, is niet zozeer. Um, heel goed kijken naar de wet, maar vooral kijken naar: oké, okay, naar wat, voor, wat voor soorten uh, uitspraken heb ik in het verleden gedaan? Kan ik een soortgelijke casus in het verleden vinden waar ik ook recht heb gesproken en kan ik de uitspraak daarvan toepassen op deze casus? Um, denk daarbij misschien een, een, een beetje een denkbeeldig voorbeeld. Um, ik heb een game en iemand heeft uit mijn game um, een bepaald betaalmiddel gestolen. Een betaalmiddel wat je kunt winnen in dat game. Um, ik geloof dat je Smurfberries hebt in Smurfs Village. Nou, als iemand mijn Smurfberries steelt, is er dan echt daadwerkelijk sprake van diefstal. Ja, de wet zegt daar niet zo heel veel over, want de wet in artikel 310, wetboek van strafrecht, heeft het voornamelijk over materiële zaken. Nou, ik weet niet of je ooit een Smurfberry in je handen hebt gehad, dat is niet echt een materiële zaak. Moet de rechter hier nou concluderen dat er sprake is van diefstal? Nou, dan kan de rechter um, kijken naar situaties in het verleden en wellicht concluderen van: Nou ja, hier is ooit sprake geweest van diefstal. Dat heb ik zo bedacht. Misschien niet bij Smurfberry, maar bij iets anders wat ook minder tastbaar is. En ik pas dat analoog toe op deze casus. We noemen dat ook wel analogie-redeneren. Um, kortom, als ik iets niet-materieels destijds um, heb geschaard onder diefstal, dan moet ik dat. Nu ook doen. Analogie redeneren. Wat de rechter ook kan doen, is tegenovergestelde doen. Um, en constateren van, ja, destijds heb ik iets wat niet materieel is, niet geschaafd onder het diefstal. Dus ja, als dat toen geen diefstal was, is dat nu ook geen diefstal. A contrario redeneren. Tegenovergestelde vorm van analogie eigenlijk, als het ware. Nou, hoe werkt die rechter nu eigenlijk? Die recht, de rechtspraak in Nederland is eigenlijk onderverdeeld in een soort drietrapsraket. De laagste rechter, dat is de rechtbank. Um, misschien kennen mensen de sexy karton van, uh, van de rechtbank nog wel. Um, dat is eigenlijk de rechter in eerste aanleg waar je altijd terecht komt in, in wat voor zaak dan ook. In het algemeen. Er zijn een paar kleine uitzonderingen daar gelaten. Um, nou kan het zijn dat die rechtbank uitspraak doet en je het daar helemaal niet mee eens bent. Nou, dan kun je in hoger beroep gaan, zoals dat zo mooi heet. Dat doe je bij het gerechtshof. Die hebben een stuk minder in Nederland, maar wel een paar. En uh, dan gaat de rechter nog eens een keer helemaal naar de zaak kijken en doet opnieuw uitspraak. Nou ja, stel dat je dan weer niet eens bent, uh, omdat je vindt dat de, het gerechtshof grove juridische fouten gemaakt heeft... Um, dan kun je eventueel ook nog in cassatie gaan, heet dat. Dus niet in hoge beroep gaan, maar in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Die hebben er maar één in Nederland. En je zou eigenlijk wel kunnen stellen dat dat een beetje het eindstation is van de Nederlandse rechtspraak. Als de Hoge Raad het vindt, iets vindt, dan is dat meestal toch wel de eindconclusie van het recht... Um, kleine kanttekening is dat je in sommige gevallen misschien ook nog naar een internationale rechter zou kunnen. Denk aan het Europees uh, Hof voor de Rechten van de Mens of voor het Europees Hof van Justitie, wat gerelateerd is aan de Europese Unie. Dat zou eventueel nog kunnen. Maar binnen Nederland uh, bestaat de rechtspraak uit deze drie trapsraket. Nou, we hebben nu de rechtspraak gehad en gaan we nu verder met het laatste stukje, de laatste bron eigenlijk van het recht en dat is het gewoonterecht. Gewoonterecht wordt niet per se heel vaak nog uh, gebruikt, maar in sommige branches is hij uh, hier en daar nog aanwezig. Um, in sommige gevallen zou je kunnen stellen dat wanneer iets niet in een wet opgeschreven staat, maar wel een soort ja, gewoonte is in een bepaalde situatie, in een bepaalde setting, um, je deze bepaalde gewoonte ook als een bron van het recht kan zien. Uh, misschien een heel flauw voorbeeld: uh, ik heb hier een prachtige afbeelding van een uh, ja, wit paard. Zonder prins erop overigens. Um, op een paardenmarkt is het uh, vrij gebruikelijk dat voordat je een deal maakt, dat je eerst even handjeklap doet. En zonder handjeklap doen is er geen deal. Iedereen in de paardenbranche weet dit. Dit is een groot, soort onuitgesproken norm um, die in deze branche een gewoonte is. Nou, wanneer nou deze onuitgesproken norm heel vaak al in het verleden heeft plaatsgevonden, herhaling dus. En de deelnemers aan deze branche dit ook echt ervaren als een bepaalde norm, als een bepaald ja, recht eigenlijk bijna. Dan zou je, als je deze twee elementen zou kunnen aantonen, zou je dit handjeklap uh, kunnen, ja, kunnen zien als een stukje recht. Iets wat uh, nou eenmaal zo ontstaan is, waar we ons eigenlijk allemaal aan houden. En ook een rechter kan er rekening mee houden en kan het dus gebruiken in haar rechtspraak. Als er niks op papier geschreven is en er toch een conflict ontstaat over het wel of niet doorgaan van het deal... omdat er wel of geen handjeklap is verricht. Nou, kort samengevat hebben we nu de vier belangrijkste bronnen van het Nederlandse recht de revue laten passeren. Let op: in andere landen kan de hiërarchie tussen deze bronnen heel anders zijn of kunnen er zelfs bronnen weggelaten worden of toegevoegd worden, maar het Nederlandse recht gaat uit van verdragen, wetten, rechtspraak en gewoonterecht. Nou, ik hoop dat je dat wat aan hebt gehad. Heel veel succes met studeren.